Amsterdammers zijn wel gewend dat er wat afval op straat ligt, maar vandaag lag in het centrum een doodskist op straat. En dat is zelfs voor Amsterdammers opmerkelijk. Hoe komt dat op straat, denk jij? Ik heb geen idee en het is echt heel eng. Ja? Ja. Wat vind je er eng aan? Misschien is er wel een lijkje gelegen of zo, ik weet het niet. En dat je dat zomaar vindt of straat is niet iets wat je elke dag ziet. Net inderdaad tegen mijn collega's van ja, opa is bij grof vuil gezet. Was het duur, de begrafenis? Ik weet het niet. Ik vind dit een misplaatste grap. Ik vind dit zeer, zeer laag. U denkt dat het een grap is? Nou ja, daar ga ik maar van uit. Alleen ik zie de humor er niet van in. Nee. Ik bedoel, ik heb onlangs iemand weggebracht en dan zie je een kist op straat liggen. Ik vind het gewoon ziek. Well, I don't know. At least like the person who is supposed to be inside is not in there, so I think it's a good sign. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Yeah. Mag je ook open? Of, ja, zullen we hem openmaken? Laten we het doen. Oké, okay, spannend. Gaan we doen. Oké. Okay. Zie je? Ik zie een broek. En dan, sneller dan verwacht, is het mysterie waar de kist vandaan komt opgelost. Ja, nee, het is dus geweest van een oude bewoner van ons. En als decoratief stuk in huis, ja. En die ging verhuizen, maar het is misschien ook niet zo handig om hem dan midden op straat te leggen. Nou, dit is bij het grof vuil, dus er is een afspraak gemaakt om het op te halen. Opgehelderd? Opgehelderd, ja. Het is allemaal niet zo mysterieus als het lijkt. En ik moet het toch even vragen, daar heeft ook niemand ingelegen? Nee, heeft niemand ingelegen, nee. Zeker niet.